We zijn hier bij een paar echte Ajax-fans. Ik kijk mijn ogen weer uit. En hoe lang zijn jullie fan? Nou, ik denk ook al jaren. Ja, dat. Nou, zolang is het leef bijna wel, denk ik. Mooi is dat. En jullie gaan ook naar wedstrijden toe? Naar alle thuiswedstrijden gaan we heen. Als het mogelijk is. We hebben twee seizoenkaarten, dus daar kunnen we mooi heen gaan. En dan gaan we op tijd heen. Nou, sfeerproeven, hapje eten, wat drinken. En dan naar de wedstrijd. Dus echt een feestdag voor jullie? Ja, je moet er wel wat van maken. Dat is zeker. En hebben jullie wel eens last van vervelende supporters? Dat je echt zegt van, dat houdt me een beetje tegen? Nee, want we doen net zo hard mee. Dus dat, dat is het niet. Geen hooligans. Zeggen ze wel eens tegen mij, maar ik vind het wel meevallen hoor. Zijn er voor jullie spelers bij waarvan je zegt van, oei, dat zijn wel de beste geweest bij Ajax ooit? Johan Cruijff, ja, dat is nummer 1. Daar kom je weer op terug. Ja. Ja, en dat blijft altijd zo, denk ik. Ja, zeker weten. Daarom heb ik ook een heel speciaal hoekje voor hem. Dat is gewoon normaal. Ja, mooi aandenken aan hem. Zeker weten. Trainers, wat zijn er nog trainers bij waarvan jullie zeggen van oei, dat was een hele goeie? Ik vind Louis van Gaal een hele goeie. Ja, en niet te vergeten Frank de Boer. Want die was ook 4 keer kampioen gemaakt. Ik heb een brief geschreven aan Louis van Gaal. En ik wou zijn stropdas. Die aan had tijdens een wedstrijd. En ik heb een brief terug gehad. Maar ja, helaas, hij kon er niet aan beginnen. En nu, wat vinden jullie nu van de prestaties van Ajax? Minder. En de trainer staat me niet aan. Ja, helaas, maar het is niet anders. En spelers, hebben jullie ooit wel eens spelers ontmoet? Ja, zeker. Liedmanen, Blind, Kluivert. Ja, zou ik er wel een paar op noemen. Van de Vaart. Van de Vaart niet vergeten natuurlijk, hè? Ja, dat is. Die hoort bij ons helemaal natuurlijk. Helemaal, die hoort echt helemaal bij ons, absoluut. Op de slof en een oude voetbalschoen wordt Ajax kampioen. Nou, dit zijn shirtjes van heel wat jaartjes terug. Onder andere, deze is dan de nieuwste van dit seizoen. Nou, deze is van vorig seizoen, die heb ik dan zelf ook aan. En zo loopt het allemaal, de jaartallen allemaal terug tot aan, nou hier aan toe. En dan heb ik daar een hele speciale, die is van oud-doelman Stekelenburg geweest. En er zit de modder zit er nog aan. Ik wilde het net zeggen, ik zie de moddervlekken nog zitten. Ja, klopt. Die wordt ook niet gewassen, die blijft gewoon zo hangen. Stinkt die jammer dan, maar hij blijft gewoon zo hangen. Hoe kom je hier allemaal aan? Goed kijken, verzamelen, marktplaats, internet afsnuffelen. Ja, eigenlijk overal van alles. En kijken of de mensen wat over hebben of ze wat weg willen doen. Sommige dingen, ja, die leen ik en die krijg ik niet meer terug natuurlijk. Zo kan het ook natuurlijk. Zal ik het laten zien? Ja, laat maar zien. Dat zijn zulke die hangen bij de kassa. Van het stadion. Bij het stadion. Nou, en ik vind het zonde om te laten hangen, want ja, dat moet je niet doen. Dus je moet ze dan gewoon meenemen. Afhalen, niks zeggen, meenemen. Gewoon netjes oprollen. Nou, van alle wedstrijden. Ja, en daar zullen er niet veel van in omloop zijn. Niet meer. Want ik vind het gewoon leuk om ze te hebben. Nou, ik ga nog even verder met mijn ogen uitkijken hier. Moet je doen. Vooral doen. Ik heb het goed gedaan. Ik heb ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk. Zijn er voor de rest nog dingen dat jullie zeggen van, wij zoeken nog iets voor onze verzameling erbij? Eigenlijk van alles wat ik nog niet heb. Als mijn eigen op staat. Dat is belangrijk. Nou, er is ook ooit een sjaaltje van de Vaart uitgekomen. Maar ik heb hem helaas nooit gekocht. En daar heb ik wel spijt van. Dus wie weet, als iemand die hebt, graag. Maar